Dit is Tegengif. In dit online programma gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met bekende en minder bekende stadsgenoten, gemeenteleden en tieners. Over hoe zij de tijd waarin ze leven ervaren. Tegengif gaat over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden. In deze moeilijke, verwarrende, maar soms ook bemoedigende tijden. Piet Hein Donner, heel hartelijk welkom in deze serie Tegengif. Gemeentelid, mag ik wel zeggen, minister van Staat. En nou ja, goed, het zijn natuurlijk in de actualiteit toch hele enerverende dagen, mag ik wel zeggen, in de Nederlandse politiek. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, in de eerste plaats, er zijn verkiezingen gehouden. Ja. Dat levert een uitkomst op. Iedereen is vervolgens geneigd om te gaan analyseren wat heeft de kiezer gezegd. De kiezer zegt niks, want er is geen kiezer. Er zijn rond 12 miljoen kiezers. En bemoedigend is het hoge opkomstpercentage. Ja. Maar als één ding is, dan is duidelijk, die 12 miljoen hebben een groot aantal verschillende meningen. Die steeds, althans, ik zal niet zeggen sterk uiteenlopen, maar die toch enigmate uiteenlopen. En in ons systeem, daar levert het resultaat niet al een begin van een regering op, maar moet dat helemaal daarna gebeuren. Ja, een versplinterd landschap hebben we in de politiek, ja. Moment. Heel anders dan u ook wel gewend bent. Nou ja, maar dat is wel zoals we geleidelijk aan het kiessysteem hebben ingericht. Want ja. Het hoogste is dat er zo vertegenwoordigend mogelijk, zo representatief mogelijk is voor de Nederlandse bevolking. Dus we kunnen nog een eind verder, totdat we 150 verschillende partijen in de Kamer hebben. En dan is het echt representatief. Het onderstreept ook dat we een beetje vergeten zijn waar het in democratie over gaat. Namelijk om tot overeenstemming en samenwerking te komen, ook op politiek terrein. En dat leggen we nu helemaal steeds meer bij een regering neer. Ja. Dat is ook gevaarlijk, althans gevaarlijk, maar dat is niet goed ook voor een democratie. En hoe komt dat? Is dat omdat dat besef helemaal wegraakt of dat het ook te weinig wordt uitgedragen, deze gedachte? Nee, ik denk dat dat toch de omstandigheden zijn waaronder we leven. De partijen hebben niet meer die functie om de verschillende belangen te integreren, verschillende meningen te integreren. Ja. De andere instituten, zoals de kerk die we daarvoor hadden, zijn ook steeds meer naar de achtergrond verdwenen. En daarvoor in de plaats is een enorm ongeorganiseerd publiek debat gekomen, waarin iedereen kan roepen wat hij wil. En dat is ook geen enkel probleem, maar dat is niet. Dat betekent vooral dat we onze verscheidenheid etaleren. Ja. En niet wat we gemeenschappelijk hebben en waar we samen de schouders onder moeten zetten. Terwijl het daarover zou moeten gaan. Nou, daar zou het moeten. Ja, je kunt nooit zeggen, daar moet het over gaan. Je hebt de bevolking zoals je die bevolking hebt. Dat is de essentie van democratie. Je kunt niet eerst zeggen, ik wil graag zo'n bevolking en dan kan ik graag regeren. Nee, het is andersom. Ja. En tegelijkertijd moet je zien dat toch in die periode, zeker begin vorig jaar, toen die pandemie begon, daar in hoge mate die eendrachtigheid wel was. En ik denk nog steeds dat wat dat betreft is het een bijzondere tijd om ook mee te maken. In deze U zegt tijd. Die eendracht is er nog steeds, dus dat men ook zo toch eigenlijk voor stabiliteit, voor een deel toch ook voor stabiliteit gekozen heeft? Is dat men heeft niet voor politieke stabiliteit gekozen. Oh ja, maar de VVD is nog steeds de grootste partij. De VVD de grootste partij, maar de grootste partij is op dit moment is net boven de 30. Ja. En daaronder is één groot veld van allemaal kleinere partijen. Ja. Dat bepaalt de stabiliteit. Ja. En dan nog moet ook nog gelet worden op wat er in de Eerste Kamer aan meerderheid is. Dus het is wat dat betreft is het niet eenvoudig om te kijken van hoe moet je hier nu komen tot een gedragen beleid. Ja. En een kabinet wat ook op de steun kan rekenen van een meerderheid. Tegelijkertijd. Een enorme klus wordt dat dus. Nou ja, wat we vergeten is dat de zittende coalitie heeft de meerderheid behouden. En in die zin
is het zittende kabinet heeft in ieder geval heeft een meerderheid in de Kamer. Ja, dus toch of in die zin een bepaalde stabiliteit wel, ook in de uitkomst. Zin, en dat is voor het eerst in een hele tijd dat een zittende coalitie de meerderheid heeft behouden. Ja, precies. Ja. Ja, het is opmerkelijk eigenlijk. En dat is weer opmerkelijk, ook als je ziet dat aan de ene kant voor de verkiezingen stonden de kranten vol dat de partijen naar links aan het opschuiven waren. Maar vervolgens als je het verkiezingsresultaat bekijkt, dan zeg je dat de kiezer wat naar rechts is opgevolgd. Ja, zeker. Ja, precies. En hoe kijkt u naar uw eigen partij, het CDA? Heeft het niet zo goed gedaan? Nee, zeg ik maar even euforisch met de verkiezingen. Ik vraag me daarom ook niet of ik blij ben met de resultaten. Nee, maar goed. Dan, uiteraard niet. Maar je bent toch verbonden met zo'n partij en dan zie je dit zo gebeuren? Ja, maar dat is mijn persoonlijk leed. Tegelijkertijd. Wat is er misgegaan, denkt u? Ja, nee, daar ga ik geen analyse van geven. Nee, dan ga je oordelen over iets waar je geen onderdeel van geweest bent. Maar u heeft daar zo wel uw ideeën over? Ik denk dat het inderdaad maar veel breder een punt is dat je opnieuw zult moeten formuleren wat zijn nou de grondslagen waarop we politiek bedrijven. Niet alleen het CDA, maar ook andere partijen, PvdA is ook aan het verdwijnen. De echte grote volkspartijen hebben we niet meer. En dan verbrokkelt onvermijdelijk het hele landschap. Ja. En dat berust op een idee dat het in de samenleving vooral gaat om vrijheid, autonomie. Terwijl als iets in deze tijd duidelijk geworden is, is hoe afhankelijk we van elkaar zijn. Juist ook in deze coronatijd. Juist in deze coronatijd. Ja, maar blijkbaar is dat besef nog onvoldoende doorgedrongen tot de bevolking. Zegt u dat? Nee. Voortdurend krijgen we aangepraat dat het vooral om vrijheid gaat. Terwijl het gaat om wederzijdse afhankelijkheid. En vrijheid is iets wat ik bevecht op die wederzijdse afhankelijkheid. Is de ruimte die ik daarin schep. Daar heb ik ook een overheid voor nodig. Ja. Maar het idee dat het begint met vrijheid en dat ik mijn vrijheid beperk, zoals het regelmatig op het Malieveld klinkt, dat is toch heel anders. In de samenleving zijn we van elkaar afhankelijk. Nou, ik denk, en dat dus geldt niet alleen nationale samenlevingen, dat geldt ook internationale samenlevingen. Althans, we zullen het met elkaar moeten doen. We zullen het met elkaar moeten doen en we zullen ook moeten accepteren, ervan, niet meer zonder meer op vertrouwen dat alles goed gaat. Want schip in het Suezkanaal. Tegen de rand op te varen en de haven in Rotterdam zit in de problemen. Ja, dat laat zien hoe complex we het gemaakt hebben. En daar gaan dingen fout. Uw voorganger, Herman Tjenk Willink, zei afgelopen zondag in Buitenhof, we hebben een uitvoeringsprobleem. We moeten ons zelfbeeld gaan bijstellen. Want wij dachten eigenlijk dat we heel goed waren in de uitvoering. Maar allerlei zaken van de afgelopen jaren tonen toch aan dat we dat zelfbeeld bij moeten stellen. Want daar zit een probleem bij die uitvoering. Herkent u dat, wat hij zegt? U bent natuurlijk ook nog wat betrokken geweest bij die toeslagenaffaire. Maar goed, zo zijn er natuurlijk daarvoor ook allerlei zaken geweest die het vertrouwen van de burger niet echt hebben gestimuleerd, om het even zo te zeggen. Maar dat komt omdat we iedereen aangepraat hebben dat als het nou maar goed regelen, dat het dan ook goed gaat. En dat als het dan niet goed gaat, dan is het de fout van iemand. En dan is het de schuld van iemand. De essentie is, bij een samenleving zoals we die hebben ingericht, zullen dingen fout gaan. Ja. Daar zul je vanuit moeten gaan. En zo langzamerhand hebben we ook die uitvoering zo complex gemaakt, dat je veel meer je erop moet inrichten van hoe kan ik zo snel mogelijk ingrijpen als blijkt dat de dingen fout gaan, dan eindeloos doorgaan met het idee, nee, het is in beginsel goed, maar er is iemand die een fout maakt. Als er iets bij die toeslagen mis was, dan is het die wet. Ja, dat heeft en u heel duidelijk gezegd. En de opzet daarvan. Ja. En natuurlijk zijn er ook andere dingen die het gecompliceerd hebben, maar het fundamentele punt was die wet. En dat is natuurlijk wel een probleem, want we hebben nu hele kleine partijen in de Kamer die eigenlijk niet meer de capaciteit hebben om ook goed die wetten te bestuderen. Die zorg wordt van allerlei kanten ook geuit. Hoe moet dat? Vraagt dit deze tijd ook dan eigenlijk niet om een hele nieuwe aanpak, een nieuwe politiek? Hoe denkt u daarover? Ik denk inderdaad dat er, of we dat nou leuk vinden of niet,
weer meer afstand zal moeten komen tussen de samenstelling van een kabinet en een meerderheid in de Kamer. Meer dat toch zit een, dicht op elkaar. Een zakelijk karakter. Het is nu te sterk geworden, het beeld van een meerderheid in de Kamer bepaalt het beleid. Ja. Nee, uiteindelijk is een regering in eerste instantie verantwoordelijk voor het beleid. En dat moet ook verantwoord worden. Maar dat betekent ook dat je niet maar iedere motie kunt zeggen, een meerderheid ervoor, die moeten we uitvoeren. Ja, helder. Ik moet zeggen, in mijn tijd had ik altijd de neiging om te zeggen van, interessant dat u er zo over denkt, maar ik denk er toch anders over. Ja, precies. Dat die afstand zorgt voor veel vruchtbaarder politiek handelen. Kijk, je moet meerderheid, de essentie van democratie, en dat is de waardevolle essentie, is wat ik doe als regering moet een draagvlak hebben. Ja. Dat is, maar je hoeft niet op ieder moment overeen te stemmen met iedere opiniepeiling die er is. Nee, want precies. Dan hebben we niet een echt probleem dat degene die moet regeren gaan luisteren naar precies. Wat wil iedereen hebben. Ja, ja. En wat iedereen wil hebben wordt weer bepaald door de opiniemakers en de regering zelf. En dan draaien we in een cirkeltje. Niet langer meer lopen aan de leiband van de opiniepeiler, maar gewoon goed je dingen. Dat is, je moet op een gegeven moment, dat is verantwoordelijkheid. Toch een mooi advies nog even. In deze tijd van verkenningen. Weet ik niet. Ik denk dat ze het goed kunnen gebruiken. Kijk, die verkenningen, dat is een zeker bij zo'n resultaat, is een moeilijk proces. Omdat het in essentie erop neerkomt, niet het beeld van de meerderheid beslist zo. Maar vooral een proces om te begeleiden dat iedereen tot de conclusie komt, veel anders kan het niet. Nee, het had toch beter de koning kunnen doen. Dat is altijd gevaar. Ik denk inderdaad, een voetbalwedstrijd wordt ook niet beter als je geen scheidsrechter hebt. Dus je kunt beter een haakje hebben op afstand om dit proces te leiden. Ja, Nu wordt het teveel een meerderheid. En dan krijg je ook vertragingen zoals nu, dat de Kamer eerst wil debatteren. Ja, precies. Ja. Dat is logisch, want de Kamer is nu verantwoordelijk. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk wel iets waar deze tijd kan niet eindeloos gaan wachten op een nieuw kabinet. Want dan wordt de aandacht waar het eigenlijk op gericht zou moeten zijn niet meer op de zaken gericht die, of zegt u van dat loopt allemaal wel door? Nou, bemoedigend is in ieder geval dat ik ook nog steeds kan constateren dat de vier partijen die nu de coalitie uitmaken een meerderheid in de Kamer hebben. Ja. Dus als een kabinet waarin die vier partijen vertegenwoordigd zijn uit de problematiek kan komen, dan ga ik ervan uit dat dat ook een breder draagvlak heeft. Ook al is dat een klein verschil. Ja, nee, precies. Ja. U heeft nog wat meegenomen. Een woord ter bemoediging. Nou, althans, dat werd mij op het laatste moment gevraagd. Ja, goed. Ja, nee, maar fijn. Dat is altijd mooi wat er dan het eerste in je opkomt. Nou, dat... nee, inderdaad, omdat je hebt altijd bekende tekst uit Korinthe. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de liefde is de meeste. Ja. Dat is ook helemaal juist. Daarom hebben we het daar vooral over. En vervolgens hebben we het over geloof, maar die hoop. Ja. En die hebben we in deze tijd hebben we die ook heel hard nodig. En daar vind ik altijd het meest inspirerend. Men zegt een gedicht van Václav Havel. Ja. Kan ook zijn dat het iemand anders wordt het gedicht ook weer heeft op basis van een interview wat hij gegeven heeft. Ja. Maar wat heel graag. Hij dan zegt, is hoop is een kwaliteit van de ziel die niet afhangt van wat er in de wereld gebeurt. Hoop zit in onszelf. Als het daar niet zit, is er geen hoop. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Hoop is een gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart. Verankerd voorbij de horizon. Hoop in die diepe en krachtige zin is niet de vreugde omdat alles goed gaat, of de bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft, maar het vermogen om ergens voor te werken opdat het slaagt, omdat het goed is, en niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is heel beslist niet optimisme en evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop en het resultaat. Het is bovenal hoop dat ons de kracht geeft om te leven en steeds nieuwe dingen aan te vatten, ook als omstandigheden zo hopeloos lijken als de onze hier en nu. Juist die absurde situatie maakt dat het leven te waardevol is om het te devalueren door zinloos, leeg en doelloos te leven. Zonder liefde en uiteindelijk zonder hoop. Prachtig. Ja, dat hadden we even nodig. Ik dank u zeer voor dit gesprek.